Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur komt met speciale projecten om de leerachterstanden bij scholen op te vangen. Minister Henry Orrie zei vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers dat de staat een verantwoordelijkheid heeft naar studenten en daarom zal ingrijpen. In de buurten waar het nodig is. En als leerkrachten en ouders niet willen meewerken, zullen ze maar die achterstanders hun verantwoordelijkheid willen nemen. Maar wij gaan door voor de gewilligen die willen meewerken. We moeten iets gaan doen. We hebben COVID gehad en daar heb je de naeilen nog van. We hebben de doortrimming gehad die gratis was. Zijn mensen in de problemen gekomen die achterstanden hebben. En we zien dat aan een aantal toetsen die we nu hebben, de diagnostische toetsen. En wij gaan nu voorstellen doen om op momenten waar het natuurlijk traditioneel vakantie is, et cetera, moeilijke tijden, toch iets te doen voor de kinderen. En dat is een experiment die we gaan opzetten. Daar zijn een stukje vrijwilligheid is erbij en voor anderen. En als er ouders zijn, ik zie een aantal leerkrachten posities nemen. Het komt uit een bepaalde hoek hoor. Want ik kan me niet voorstellen dat Surinamers zo'n voorstel negatief zouden moeten bejegenen. De leerachterstanden zijn ronduit onacceptabel, zegt Orrie ferm. Het kost de staat veel geld om met speciale projecten te komen om bijvoorbeeld de leerachterstanden in te halen. De extra programma's zullen in de vakantie worden afgewerkt.